aflevering van Leiden Centraal naar Woerden. Tussen Leiden en Woerden is in 1878 een spoorlijn geopend door de daarvoor opgerichte spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden. De lijn kan worden beschouwd als een zijtak van de spoorlijn Rotterdam-Utrecht, waar die in Woerden op aansluit. Daarmee ontstond er een doorgaande verbinding tussen Leiden en Utrecht. Tijdig met de opening van de lijn in 1878 geopend. In 2007 werd besloten om het originele stationsgebouw 1879 af te breken en te vervangen door dit moderne gebouw. In het jaar 1950 is de spoorlijn geëlektrificeerd. 18 jaar later voerde de Nederlandse Spoorwegen als eerste op deze lijn haar nieuwe gele huisstijl in. De toenmalige nieuwe MAT 64 treinstellen kwamen op de lijn te rijden volgens een nieuwe dienstregeling op basis van spoorslag 70. Heeft in totaal 3 stations gehad. Het eerste stationsgebouw heeft het niet lang volgehouden. Misschien maar 10 jaar en toen was het alweer verzakt. De tweede, ook ongeveer zo'n korte tijd, die is na een kleine maar heftige brand totaal afgebrand. Maar het huidige stationsgebouw staat er 10 keer zo lang als dat de andere er hebben gestaan, want deze is in 1914 gebouwd en staat nog steeds overeind. Anno 2018 bestaat de treindienst uit een intercity die 2 keer per uur rijdt, tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal. Tussen Leiden en Woerden wordt er op alle stations gestopt. In de spitsuren rijdt er ook 2 keer per uur een sprinter over de lijn tussen Leiden Centraal en Alphen aan de Rijn. Ondanks dat de spoorlijn een belangrijke verbinding in de Randstad vormt, is de lijn vandaag de dag nog steeds enkelsporig. De hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk en op station Bodegraven passeren de treinen van beide richtingen elkaar. Op station Alphen aan de Rijn is er ook de mogelijkheid elkaar te passeren. Dit komt in principe alleen voor bij vertragingen. Deze video en van deze lijn. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en vergeet niet, like en share deze video, want dat is leuk.